This is awesome. Het is geweldig. It's great seeing the church moving forward. Het is geweldig om een bewegende kerk te zien. And you know, I've known your pastors now for quite a number of years. I don't even know when we met. Ik ken jullie pastors echt al heel lang. Ik weet niet eens hoe lang geleden dat is. Maybe 15 years or something. Misschien ongeveer 15 jaar geleden. But what I actually really love, I said this to the service this morning. I love that you have pastors that are influencing the nation. Ik hou ervan dat jullie pastors invloed hebben in de naties. Influencing churches all over the Netherlands. Invloed hebben in kerken over heel Nederland. Now into Belgium as well. En nu zelfs in België ook. It's actually an amazing thing. Het is echt super geweldig. It's not just for your pastors, but for you as a church as well. Het is niet alleen voor de pastors, maar ook voor ons als kerk. Because churches all over the nation will be coming to see you. Want kerken over heel de naties komen om ons te zien. And to see your example of church. En om te zien wat wij doen als kerk. And so I just want to say congratulations and keep going for it. Ik wil gewoon even gefeliciteerd zeggen en blijf doorgaan met wat te doen. I think you have amazing pastors. Ik denk dat jullie geweldige pastors hebben. Making a difference hebben. All over the nation. Yeah, come on, why don't you show them how much you love them, hey? It is incredible. Het is echt geweldig. What God is doing. Wat God aan het doen is. But I believe that there is more. Maar ik geloof dat er nog meer is. That would be a good title for a book. Dat is echt een mooie titel voor een boek. There is more. There is more. There is meer. That's an in-house joke. Dat is een binnenhuis Hillsong joke. Grap. But I believe there's more for you. Maar ik geloof ook dat er meer is voor jou. And for many of you, you're on the edge of something. En voor velen van jullie zit je misschien op de rand van iets. And you need a breakthrough. En dan moet je er even doorheen breken. For some of you, it's a breakthrough in your relationships. Voor sommige mensen misschien in je relatie een doorbraak. For some of you, it's a breakthrough in your physical health. Misschien in je gezondheid. Maybe some of you, your emotional health. Misschien wel voor je emotionele gezondheid. Some of you in your careers, or finance. In je carrière of in je financiën. But I believe there's a breakthrough for actually everybody. Maar ik geloof echt dat er een doorbraak is voor iedereen. And I want to look at a passage of scripture to see what we can learn, because I'm believing that today you are going to get your breakthrough. En ik wil kijken naar een tekst in de Bijbel, want ik geloof dat jij vandaag je doorbraak gaat krijgen. And for those of you who are thinking, I've heard that before. En voor de mensen die denken, ach, dat heb ik wel eens eerder gehoord. Or yeah, I've been believing for my breakthrough for a long time. Ik geloof al lang voor die doorbraak. This message is especially for you. Deze preek is speciaal voor jullie. John chapter 5. Johannes 5. I'm going to read from the Passion Translation. Ik lees het uit de Passion Translatie. How should we do this? Should I just read the whole thing and then you read the whole thing? Or? Yes, let's do it. All right. Yeah. Oh, only the Dutch, okay. Alleen Nederlands? Nee, alleen Nederlands. All right, you go. Daarna was een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaafspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er al eerder iemand voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. Fantastic. Well done. Thank you. So I want to learn some lessons. Dus ik wil hier iets uit leren. For you. Voor jullie. For your breakthrough. Voor jullie doorbraak. But I'd like to ask you before I start. Maar voordat ik begin wil ik iets vragen. Do you know what breakthrough you need? Weet jij wat voor doorbraak jij nodig hebt? Because if you don't know what you're believing for, then you'll stay where you are. Want als je niet weet waar je in gelooft, dan blijf je waar je bent. But I'm not here to see you stay where you are today. Maar ik ben hier niet voor jullie om te blijven waar je bent vandaag. I've come here today because I believe you're going to get your breakthrough today. Ik ben hier vandaag omdat ik geloof dat jullie een doorbraak gaan hebben. That you're going to step into your future. Dat je stapt in je toekomst. And the first thing we see from this passage of scripture. Het eerste dat we zien uit deze Bijbeltekst is. It is really the setup. Het is een beetje de stap op naar het verhaal. You see 5 covered porches. Je ziet 5 poorten.
There's the occasional stirring of the waters for a miracle. In het verhaal komt ook soms het bewegen van het water voor. And the man who's been disabled for 38 years. En ook in het verhaal de man die 38 jaar lang al verlamd is. Now, in the Bible there's the obvious meanings. In de Bijbel zijn die dingen die echt heel duidelijk zijn, die je duidelijk ziet. Now, there are also layers. Maar er zijn ook lagen in de Bijbel. Layers of understanding. Lagen die je moet begrijpen. For example. Bijvoorbeeld. The five porches. Die vijf dingen. It represents the Old Testament law. Het laat zien het Oude Testament de wet. The first five books of the Bible. De eerste vijf boeken uit de Bijbel. Represents the Old Testament law. Speaks of the Old Testament law. Die spreken over de wet in het Oude Testament. In the Old Testament, the law was something that nobody was able to completely fulfill. En in het Oude Testament zie je dat niemand de wet kon vervullen. It was the old covenant before Jesus. Het was het oude verbond voordat Jezus er was. And this man's situation before Jesus came. En deze hoofdsituatie voordat Jezus er was. Was that he was lying there under the shadow of his own failed efforts. Was dat die man lag onder zijn eigen schaduw van zijn gefaalde acties. He tried to get to the water, but he could never get there. Hij probeerde naar het water toe te komen, maar hij kon er nooit komen. Same as anybody who tries to fulfill the Old Testament law. Hetzelfde voor alle anderen die de Oude Testaments wetten probeerden te vervullen. People try to be perfect, but nobody's ever been perfect. Mensen probeerden perfect te zijn, maar nog nooit is het iemand gelukt. Except of course Jesus. Behalve Jezus. And this is the situation before Jesus came, that people were under the law. En dit is de situatie voordat Jezus er was, mensen onder de wet. There was the occasional stirring of the waters. Er was soms dat geschud in het water. And in the Old Testament there was the occasional time where the Holy Spirit would come upon people. En net als in het Oude Testament dat de Heilige Geest soms onder de mensen kwam. Of course now in the New Testament the relationship we have with God is we are always filled with the Holy Spirit. Maar als we nu in het Nieuwe Testament lezen, dan is iedereen altijd gevuld met de Heilige Geest. Things have changed. Dingen zijn veranderd. And I was reading about the guy who'd been disabled for 38 years. En ik las over die man die al 38 jaar verlamd was. And I was praying, God, why 38 years? Dus ik vroeg me af, ja Heer, waarom 38 jaar? And I felt like God spoke to me. En ik had het gevoel dat God tegen me sprak. And he said, that's how long it took. Dat is hoe lang het duurde. For the people of Israel. Voordat de mensen van Israël. When they came out of Egypt. Wanneer ze uit Egypte gingen. Towards the promised land. Naar het beloofde land. It's how long it took to purge the disbelief. Het is zo lang het duurde om een niet geloof in God te klaren. And I was having this discussion with God. Dus ik had deze discussie met God. God, I thought they were in the wilderness for 40 years. Maar God, ik dacht dat ze 40 jaar in die woestijn zaten. But you know, if you have an argument with God, you know who's going to win. En je weet als je een discussie met God hebt, je weet wie er gaat winnen. He told me to look it up, so I did. Dus God zei tegen mij, ik moet het opzoeken, dus dat heb ik gedaan. In Deuteronomy chapter 2. In Deuteronomium 2. Vers 14. It says 38 years past. Er staat 38 jaar lang, of 38 jaar verder. From the time we left Kadesh Barnea until we crossed the valley. Tussen ons vertrek uit Kadesh Barnea en de oversteek van de Zered. And it was by then that the entire generation of fighting men had perished from the camp. En uiteindelijk was er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in ons kamp. It was 38 years for the unbelief to be purged. Het was 38 jaar lang voordat het ongeloof weg was. Well, today I'm believing that we're going to see faith rise up. Maar ik geloof dat we vandaag geloof zien stijgen. The unbelief will be gone. Dat het ongeloof weg zal gaan. You're going to step into your breakthrough. Dat je door zal stappen in je doorbraak. We're going to get out from underneath the shadow of our own failed efforts. We gaan weg uit de schaduw van onze eigen gefaalde acties. Filled with the Holy Spirit. Gevuld met de Heilige Geest. Removing the unbelief. Al ons ongeloof weghalen. And stepping into our breakthrough. En dat we doorstappen in onze doorbraak. Would you like that? Wil je dat? Fantastic. I'm glad 20 of you do. Gelukkig, 20 van jullie willen dat. So my question is this. Dus de vraag is. How long have you been waiting? Hoe lang ben jij aan het wachten? How long have you been waiting for your breakthrough? Hoe lang ben je aan het wachten op jouw doorbraak? Maybe it's your health. Misschien is het wel je gezondheid. Depression.
Je depressie. Maybe it's your sense of value or significance. Misschien is het wel je eigen waarde. Maybe it's a breakthrough in your marriage. Misschien is het een doorbraak in je huwelijk. A breakthrough in your finances. Een doorbraak in je financiën. Maybe it's something going on with your children. Misschien is er wel iets aan de hand met je kinderen. Maybe you've just got a sense of insecurity or fear. Misschien ben je wel gewoon bang of onzeker. How long have you been waiting for your breakthrough? Hoe lang ben je aan het wachten op je doorbraak? This guy had been waiting for 38 years. Deze man wacht al 38 jaar. And he's being influenced by those he was hanging out with. En hij is beïnvloed door de mensen die om hem heen waren. But I wonder if you have had enough. Maar ik vraag me af, heb jij genoeg gehad? Or if you want to keep waiting. Of wil je blijven wachten? Or maybe you want your breakthrough today. Of misschien wil je wel je doorbraak vandaag. When Jesus came, it all changed. Want toen Jezus kwam, veranderde alles. It was just one moment. Er was één moment. Where Jesus came. Toen Jezus kwam. And the rest of his life was changed. En de rest van zijn leven was veranderd. I'm believing for that for you today. En ik geloof daar vandaag ook in voor jullie. When Jesus spoke to him. Wanneer Jezus tegen die man sprak. It says Jesus saw him lying there. Jezus zag hem liggen daar. He knew the man had been crippled for a long time. Hij wist dat die man al heel lang verlamd was. And Jesus said to him. En Jezus zei tegen die man. Do you truly long to be healed? Hij zegt, verlang jij er echt naar om geheeld te worden? Do you truly long to be healed? Verlang je er echt naar? Well, I want to ask you today, do you really want your breakthrough? En ik vraag je vandaag, verlang je ernaar om jouw doorbraak te hebben? Or are you just sitting here to be entertained? Of zit je hier gewoon om een beetje geëntertained te worden? Or maybe to get some knowledge. Of misschien om een beetje wijsheid te krijgen. Because I haven't come here to give you some knowledge. Want daarvoor ben ik niet gekomen. I've come here to see you get your breakthrough from Jesus. Ik ben hier gekomen om jouw doorbraak te you zien met Jezus. You can't receive it from me. Je kan het niet van mij ontvangen. But you can get it from Jesus. Maar je kan het wel van Jezus ontvangen. And you can get it today. En je kan het vandaag and it just krijgen. Takes one moment. En het geeft maar één moment nodig. Do you truly want your breakthrough? Wil jij echt jouw verlangen? Do you really want to separate yourself from those people who are holding you back? Wil je echt afscheiden van die mensen die jou achterhouden, tegenhouden? I'm with you. Ik ben met jou. Believing for your breakthrough this afternoon. Geloof in jouw doorbraak deze middag. Those people that you've called friends because you've shared a common experience for so long. Die mensen die jij misschien vrienden noemt, omdat je gewoon een hele lange tijd met ze leeft al. But not necessarily friends of your destiny. Maar het zijn waarschijnlijk misschien niet vrienden van je toekomst. Do you truly want to change what's normal for you? Wil jij veranderen wat normaal is voor jou? Because when you get your breakthrough, it changes what's normal. Want als jij je doorbraak krijgt, dan verandert jouw normaal. So if you just want comfortable normal. Als jij gewoon comfortabel normaal wil. Maybe the breakthrough that God has for you is not for you. Misschien is die doorbraak die God voor jou heeft dan niet voor jou. But I tell you, if you want to stay with comfortable. Maar als je met comfortabel wil blijven. I believe you're going to regret it when you look back on your life. Dan denk ik echt dat je dat niet leuk zou vinden als je in de toekomst terugkijkt. It's one of those things that people when they're older, they look back. One of the things that they say they wish they did more was take risks. En als je kijkt naar de mensen die wat ouder zijn, als ze terugkijken op hun leven, het enige ding wat ze zeggen is dat ze graag meer risico hadden willen nemen in hun leven. But with God, it's not as much of a risk. Maar met God is het eigenlijk helemaal geen risico. Because God is with you. Want God is met jou. Do you really want your breakthrough? Wil je echt je doorbraak hebben? Do you really want to step into fullness of life? Wil je doorstappen in die volheid van het leven? Do you really want to step into your God potential? Wil je echt ingaan in je Gods potentie? This is what Jesus is asking the guy. En dit is wat Jezus vraagt. He says, man. Do you really want to be healed? Wil je echt genezen worden? Vraagt Jezus. Do you choose your current situation? Kies je voor je huidige situatie? Or the change to step into your future potential. Of kies je voor de verandering om naar je toekomstige potentie toe te gaan? Do you choose the ease of it staying like it is? Kies je voor het makkelijke om te blijven zoals het nu is? Or the cost of change. Of voor de kosten die het heeft om te veranderen? I've heard it said that if you don't sacrifice now for what you want. Ik heb eens gehoord als je vanaf nu niet opoffert wat je nu hebt voor hetgene wat later komt. Then you'll sacrifice what you want. Dan geef je op wat je graag wil voor hetgene wat je hebt vandaag. Do you really want to change? Wil je echt veranderen? Do you really want to be healed? Wil je genezen worden? Do you really want your breakthrough? Wil je echt je doorbraak hebben? That's what Jesus asked this guy. Dat is wat Jezus deze man vroeg. But I want to encourage you to not let old patterns sabotage
new expectations. Maar ik wil je bemoedigen dat oude gewoontes niet jouw toekomstige dingen gaan saboteren. In verse 7. In vers 7 staat. The sick man answered Jesus. De zieke antwoordde. And he said, Sir, there is no way that I can get healed. Heer, het water gaat bewegen en er is niemand om mij in te helpen. Er is geen mogelijkheid voor mij om te genezen. I've got no one who will lower me into the water when the angel comes. Er is niemand die mij het water in helpt als de engel komt. And as soon as I try to crawl to the edge of the pool, ik probeer het wel. Someone else jumps in ahead of me. Maar altijd is er al iemand anders voor mij in het water. So this guy is saying, there's no way I can get healed. Deze man zegt, er is geen enkele mogelijkheid voor mij om te genezen. You might be thinking, there's no way I can get my breakthrough today. En misschien denk jij ook wel, er is geen één mogelijkheid voor mij om die doorbraak te krijgen vandaag. And he says, I have been trying, but as soon as I try to crawl. En deze man heeft het zo vaak geprobeerd, maar elke keer als hij probeert te kruipen. Hey, I got a question for you. Ik heb een vraag voor jou. If Jesus came to him and said, do you really want to be healed? Als Jezus naar hem toe kwam en vroeg, wil jij genezen worden? And his answer is, en zijn antwoord is, it's not possible. Het is niet mogelijk. Why was he there? Waarom zat hij daar dan? Why did he keep going for 38 years? Waarom bleef hij dan 38 jaar lang volhouden? If you don't believe you're going to get your breakthrough today, why are you here? Als je niet gelooft in je doorbraak, waarom ben je dan hier? Well, are you just coming because it's an obligation or some religious obligation or you think it's something you should do? Kom je hier omdat het een verplichting is, misschien religieus of omdat mensen zeggen dat je dat moet doen? If you're not believing God for what God says he wants to do. Als jij gelooft in hetgene wat God zegt dat jij moet doen. What are you doing here? Als je dat niet doet, waarom zit je dan hier? Why was this guy here? Waarom zat deze man hier? Is it just me? This is how I read the Bible. Dit is hoe ik de Bijbel lees. I'm just asking questions that I don't understand. Ik vraag me gewoon dingen af die ik dan niet begrijp. Jesus says, do you want to be healed? And he says, well, I can't hear because every time I try, someone beats me to it. Jezus vraagt, wil je genezen? En hij zegt, nou, ik kan het niet hier, want elke keer als ik probeer, is iemand anders voor. And Pastor Errol brings a guest speaker who says, hey, Jesus has the breakthrough for you. En Pastor Errol brengt een gastspreker die zegt, ja, er is doorbraak voor jou. And I wonder how you respond. En ik vraag me af, hoe reageer jij? Do you have faith in Jesus? Heb jij geloof in Jezus? Are you ready for your breakthrough? Ben je klaar voor je doorbraak? We're starting to get a few more yeses. Okay, we're on our way. Er komen wat meer ja's, gelukkig. See, this can be us too. En dit kan ook voor ons zijn. Yeah. We've been Christians for a long time. Ik ben al heel lang christen. We've tried this before. Dit hebben we echt al heel vaak geprobeerd. We do recognize that what we've tried hasn't worked. En we zien dat wat we geprobeerd hebben niet gewerkt heeft. We haven't seen what we're believing for. Nee, we zien niet wat we geloven. Hey, let's not get to that cynical place where we've stopped believing in what Jesus can do for us. Laten we niet naar die cynische plek toe gaan waar we gestopt zijn in het geloven in Jezus. Jesus responds to faith. Jezus antwoordt op geloof. Jesus will respond to your faith today. Jezus antwoordt op jouw geloof vandaag. Let's make sure we do not lose hope. Laten we zeker zijn dat we geen hoop verliezen. Let's make sure we do not lose that sense of expectation for what God can do for us. Laten we ervoor gaan dat we niet die verwachting wat Jezus voor ons heeft verliezen. Let's make sure that we're not just coming to the house of God because it's our habit and everybody else. Laten we er zeker van zijn dat we niet gewoon hier komen omdat het gewoond is. We believe that God is going to do something today. Maar dat we geloven dat God iets gaat doen in ons leven vandaag. How long have you been waiting? Hoe lang ben je aan het wachten? Have you lost your sense of expectation? Heb je je gevoel van verlangen al verloren? It's time to pick it up today. Het is tijd om het weer op te pakken vandaag. Maybe time has robbed your dream. Misschien heeft tijd wel jouw droom gestolen. I wonder what your pattern of thinking is. Ik vraag me af wat jouw gewoonte van denken is. Your pattern of believing is. Jouw gewoonte van geloven is. Well, today is time that things change. Maar vandaag is tijd dat iets verandert. Jesus is here and he's saying, stand up. Jezus is hier en hij zegt tegen jou, sta op. Revival is in the air. Genezing is in de lucht. That's our theme for the year. Dat is ons thema dit jaar. And we're seeing incredible things happening. En we zien geweldige dingen gebeuren. And it starts with a sense of expectation inside. Het gebeurt met verwachting van binnen. Jesus' way is different from your past. Jezus die weegt anders dan je verleden.
Oh, Jezus zijn weg is anders dan het verleden. So Jesus says to him in verse 8. Dus Jezus zegt in vers 8. He says, stand up. Hij zegt, sta op. Pick up your sleeping mat and you will walk. Pak uw mat en loop. And immediately he stood up and was healed. En meteen de man die stond op en hij was genezen. Jesus had a different way of bringing healing. Jezus had een andere weg. The man was waiting for the waters to be stirred. Die man die was aan het wachten op de beweging in het water. Jesus wasn't there to stir the waters. Jezus was er niet om het water te he bewegen. He wasn't there to do it the way that the guy I thought it was going to happen. Jezus die was er niet om de manier te geven waar de man op aan het wachten was. In fact, the way that Jesus did it was so much easier. De manier hoe Jezus het deed was veel makkelijker. You would think. Denk je misschien. But I wonder what seems easier. Maar ik vraag me af wat dan makkelijker is. Responding to a supernatural stirring of the water. Reageren op iets dat beweegt in het water. Or being told to stand up when you have not stood up for 38 years. Of dat iemand tegen je zegt sta op terwijl je nog nooit hebt gestaan in 38 jaar. Jesus has a different way from your past. Jezus heeft een andere weg dan jouw verleden. This was a different way of bringing healing. Het was een andere manier om genezing te brengen. It wasn't about what the crippled man had to do to get to the water. Het ging er niet om wat die manke man moest doen om bij het water te komen. It wasn't about waiting for the occasional stirring of the water. Het was niet op dat af en toe wachten van het bewegende water. It wasn't constrained to methods. Het was niet een methode of zo. It was about Jesus. Het ging gewoon alleen om Jezus. It was a higher way. Het was een hogere macht. It wasn't about the water. Het ging niet om het water. It was about faith in Jesus. Het ging om geloof in Jezus. It wasn't about doing the right thing. Het was niet om het goede doen. At the right time. Op het juiste moment. It was about Jesus. Het was alleen Jezus. It wasn't about being better than others. Het ging er niet om beter te zijn dan anderen. Reaching the water first. Het om het eerste bij het water te zijn. It was about what Jesus was saying. Het ging er gewoon om wat Jezus aan het zeggen was. After 38 years. Na 38 jaar. The Israelites in the Old Testament in the wilderness. De Israëliërs in het Oude Testament in de woestijn. Everyone was carrying doubts. Iedereen had twijfels. People were wishing they'd stayed back in Egypt. Ze dachten erover na, waarom zijn we niet in Egypte gebleven? It was a generation that desired to live in the promised land. En er was een generatie die verlangde naar het leven in het nieuwe in het beloofde land. They desired to live in the promise of God for their lives. Ze verlangden ernaar om in de belofte van God in hun leven te leven. And then there was a generation that was free of that unbelief in God. En toen kwam er een generatie die een soort van weg was van hun ongeloof in God. Free from the desire to go back to the past. En weg van het verlangen om terug naar het verleden te gaan. That's when God could bring them in. En dat is toen God hun binnen kon brengen. I believe that we're speaking today to a new generation, a new community. En ik geloof dat we vandaag spreken tegen een nieuwe generatie. It's not about age. Het gaat niet om leeftijd. It's about faith. Het gaat om geloof. It's a generation of faith. Het is een generatie van geloof. And if Jesus says it, I believe it. Als we geloven dat Jezus heeft gezegd, dan is het gezegd. I'm going to receive what he has for me. En ik ga ontvangen wat hij heeft voor mij. A community of faith. Een gemeenschap van geloof. See, this disabled man was living under the colonnades. Die manke man die leefde onder die schaduw. With hundreds of other people, it says. Met honderden andere mensen staat er. He was living in a community of unbelief. Hij leefde in een gemeenschap van ongeloof. But we're living in a community of belief. Maar wij leven in een gemeenschap van geloof. A community of faith. Een gemeenschap van geloof. Believing what God is going to do. Geloven dat wat God gaat doen. Am I in the right place? Zit ik hier op de goede plek? When they got there. Oh, that was good. You copied my footstep as well. Deuteronomy chapter 2. Deuteronomy vers 2. Verse 24. Vers 24. It speaks about when they were going to step into the promise. Dat spreekt erover dat de Israëlieten het beloofde land ingaan. It says, set out now and cross that gorge. Het staat, ga die kanaal over, dat meer. He says, see, I have given into your hands. Er staat, ik heb gegeven in jullie handen. The king and his country. De koning en zijn land. So begin to take possession of it. Dus neem er bezit van. Neem het land in bezit. Engage him in battle. Ga de strijd in. This very day I will put the terror and fear of you on all the nations under heaven.
Wanneer ze de geruchten over jullie horen, zullen ze jullie komst met schrik beleven. They will hear reports of you and they'll tremble and be in anguish because of you. Wanneer ze dus de geruchten horen, zullen alle andere naties bang zijn voor jullie. Today what he's saying is this. Vandaag wat hij zegt is dit. Set out now. Ga er nu op uit. I have given this to you. Ik heb dit aan jullie gegeven. Begin to take possession of what I've given you. Neem het in bezit wat ik jullie heb gegeven. Engage in battle. Ga in een gevecht. Our battle is the battle of faith. Onze gevecht is een gevecht in geloof. This very day God says I will begin to give this to you. Deze dag hier vandaag gaat God het aan ons geven. The question is, are you ready to follow him? De vraag is, volg jij hem? Today is the day of faith. Vandaag is de dag van geloof. The day to leave your unbelief behind. De dag dat je het ongeloof achter je laat. To trust God. Om God te vertrouwen. Say yes, I am receiving what it is that you give me. Dat je zegt ja, Heer, ik wil ontvangen wat u mij wil geven. So what is stopping you from standing up? Dus wat houdt je tegen dat je opstaat? Jesus said to him, stand up. Jezus zei tegen hem, sta op. Pick up your sleeping mat and you'll walk. Pak je mat en loop. For this guy, immediately he did stand up and he was healed. Die stond gelijk en was gelijk genezen. I wonder how I would respond. Ik vraag me af hoe ik zou reageren in die situatie. I wonder how you would respond. En ik vraag me af hoe jij misschien zou reageren in die situatie. Don't be ridiculous. Wees niet zo onnozel. I haven't stood up for 38 years. Ik heb 38 jaar lang niet opgestaan. Who are you anyway to tell me to stand up? En wie ben jij überhaupt om mij dit te vertellen? Jesus said, stand up. En Jezus zei, sta op. I've tried that before, it didn't work. En die man zegt, ja, ik had het geprobeerd, maar het ging gewoon niet. I've been hurt before. Ik ben eerder pijn gedaan. Jesus, when he was with Peter. Jezus toen hij met Petrus was. He told Peter to cast his nets again. Zei hij tegen Petrus, gooi je netten nog eens uit. After fishing all night. Nadat ze gevist hadden de hele nacht. Peter was actually a professional fisherman. Petrus was echt een professionele visser. He'd been fishing all night and didn't catch anything. Hij had heel de nacht gevist en had niets gevangen. And Jesus has the nerve to tell him to go out and cast his net out again. Jezus had het lef om te zeggen tegen hem, gooi nog eens je net uit. Can you imagine Peter? Jesus, don't be ridiculous. We've been fishing all night. Zie je Petrus al staan? Hey, wat doe je nou? Ik heb heel de nacht al gevist. Don't be so ridiculous. Wees niet zo onnozel. That's what happened. Luke chapter 5, verse 4. Het staat in Lucas 5, vers 4. Maybe you can just read it in Dutch. Yeah. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat hadden gedaan, zwom er een enorme school vis in de netten, dat de netten dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hem moesten komen helpen. Nadat deze bij hem waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. You might be surprised what God's about to do in your life. Je bent misschien wel helemaal verbaasd met wat God wil doen in jouw leven vandaag. If you say if Jesus at your word. Als je zegt Jezus jouw woord. Instead of woord, don't be ridiculous. In plaats van dat je zegt oh wees niet zo onnozel. Jesus says, stand up. Jezus zegt, sta op. You want your breakthrough? Als je doorbraak wilt, well, stand up. Sta op. The crippled man. De manke man. He could have said, it doesn't feel very comfortable. Hij had kunnen zeggen, ja, maar het voelt niet zo comfortabel. See, kijk. I've been coming to church for years and. Ik kom al jaren in de kerk. As it is, this is a bit of a, you know, young church. En zoals het is, dit is een beetje een jonge kerk. This is a bit, they're a bit vibrant. Een beetje beweegt veel, springt veel. It's a bit uncomfortable for me to do that kind of thing. Ongemakkelijk om zoiets te doen. It's not really my thing. Dat is niet helemaal mijn ding. But Jesus says, stand up. Maar Jezus zegt, sta op. Last summer. Laatste zomer. I went on holidays with our 10-year-old foster daughter. Was ik met onze 10-jaar oude pleegkind. And she was so excited to play at the beach. En ze was zo enthousiast om op het strand te spelen. And we went down there. En we gingen daarheen. She dived in the water. En ze sprong het water in. Having so much fun in the waves. Ze had zoveel lol in het water en de golven. And she's like, come on in, come on in. En ze zegt, kom, kom. I'm like, great idea. En ik zei, ja, geweldig idee. And so I walked to the water. Dus ik liep naar het water toe. Step in.
Dus ik stapte erin. It's a little cold. Een beetje koud. And she's like, come on in, come on in. Ze zei zo, kom. It's warm. Het is lekker warm. I'm like, okay. Dus ik zat zo, okay. And the water starts getting higher and higher. En het water liep steeds hoger op. I think it's that really uncomfortable place. En ik vond het echt een beetje een ongemakkelijk plekje. And I stop. En dus ik stopte. And she's like, come on in, come on in. Zo, kom nou. I'm like, it's not very comfortable. Het is niet zo gemakkelijk. This is quite cold. Het is best koud. She's like, come on in. En ze zat, nou, kom nou gewoon. And the next wave came. De golf kwam. So I dived through it. Dus ik dook door de golf heen. And you know what happens, right? En je weet wat er gebeurt dan, toch? As soon as you dive in, it feels warm. Als je er één keer in gedoken bent, dan voelt het water warm. You might not feel like standing up. Je voelt misschien, je wil niet zo graag opstaan misschien. But once you do, you realize that wasn't so difficult. Maar als je eenmaal bent gaan staan, dan heb je door, het is helemaal niet zo moeilijk. I'm not talking necessarily about standing up on the outside. I'm talking about standing up on the inside. Ik praat misschien niet helemaal over het staan in het echte leven, maar ook staan in jezelf opstaan. I'm talking about living a life of faith. Dat je een leven leeft van geloof. Believing to receive what Jesus has to give us. Geloven wat Jezus ons wil geven. It might not feel comfortable. Het voelt misschien niet zo comfortabel. It might not feel right. Het voelt misschien niet juist. It might not match my lifestyle. Het komt misschien niet overeen met mijn normale levensstijl. But Jesus says, stand up. Maar Jezus zegt, sta op. Pick up your mat. Pak je mat op. You won't need that anymore. Dat heb je niet meer nodig. Can I get the worship team to come on up? Ik wil graag vragen het worship team naar voren te komen. I'm going to ask you to, in a few moments, not yet. Ik ga je zoiets vragen, niet nu, maar straks. To stand up. Om op te staan. If you want your breakthrough. Als jij je doorbraak wilt. And as I said, it's not even so much about standing up on the outside. Het is niet helemaal zoals het opstaan, weet je, gewoon in het echte, het normale leven. Maar it's about standing up on the inside. Maar het is juist het opstaan in het binnen van jou, binnen opstaan. And saying, I don't want to live that old way anymore. Dat je tegen jezelf zegt, ik wil die oude manier van leven niet meer hebben. Do you really want that breakthrough? Wil je echt die doorbraak? Yes. Ja. Do you, are you really prepared to make the changes? Wil je echt die veranderingen maken? Yes. Ja. And then we're going to stand up. En dan gaan we opstaan. And we're going to receive. Gaan we ontvangen what God has to give us. Wat God ons wil geven. We're going to set out. We gaan opstaan. Into the promise of God. In de beloftes van God. We're going to begin to receive. We gaan beginnen te ontvangen. As God does what he does. Als wat God doet in ons leven. And we step into that. En we gaan instappen in zijn. Because God might be doing a whole heap of stuff. Dus God doet misschien wel heel veel dingen tegelijk. But if you remain where you are. Maar als jij blijft waar je bent. You never actually step into it. Stap je nooit in wat God voor je heeft. But when you stand up and start walking by faith into what God has for you. Maar als je opstaat in geloof en wandelt in wat God voor je heeft. You step into what he's doing. Dan stap je in wat God aan het doen is. It might be in a relationship that you have. Misschien is het wel in je relatie die je hebt. That you're going to make a decision to receive that breakthrough. En jij gaat dan geloven, een besluit maken om die doorbraak te krijgen. You decide to change. Jij maakt de keuze om te veranderen. And then you discover the healing that God brings your way. En dan heb je door de genezing, de heling die God naar jou toe brengt. And you may just be surprised about how the other person responds. En je misschien ben je wel helemaal verbaasd over hoe de andere persoon dan reageert in je relatie. As God's been working in their life as well. Want God werkt dan ook in die andere persoon's in leven. Your workplace or in your business. En misschien ook wel in je werk en in je business die je those hebt. Decisions that you've been putting off. Die beslissingen die je al lang achter of niet wilt maken. I'm not talking about foolish decisions. Ik praat niet over die onzinbeslissingen. I'm talking about the wisdom of God. Ik praat over de wijsheid van God. And faith in him. En het geloof in hem. I don't know what area you need your breakthrough in. Ik weet niet precies in welke situatie jij je doorbraak nodig hebt. But I know this. Maar ik weet wel dit. Jesus died to give you life and life to the full. Jezus is gestorven om jouw leven en leven tot het volle, tot het max te geven. And it is a life of faith. Een leven van geloof. I don't know how long you've been waiting for your breakthrough. Ik weet niet hoe lang je al aan het wachten bent geweest op je doorbraak. I don't know how long you've just kept turning up, not expecting your breakthrough. Ik weet niet hoe lang je al gewoon op bent komen dagen, wachtend op je doorbraak. I don't know if you've been coming
and thinking, I've got to be better, I've got to be better. Misschien dat je wel steeds denkt, ik moet beter worden, ik moet beter worden. I'm here to tell you, it's not about you being better, it's about what Jesus has done for you. Het gaat niet om jouzelf beter zijn, het gaat erom wat Jezus voor jou heeft gedaan. And what he has for you. En wat hij voor jou heeft. What's Jesus speaking to you about? Waar spreekt Jezus vandaag tegen jou over? Ephesians chapter 4. Ephesians 4. In the Message paraphrase. In de Message vertaling. It says, in light of all this that Jesus has done. In het licht van al dit wat Jezus heeft gedaan. Here's what I want you to do. Hier is wat ik jullie wil te doen. While I'm locked up here a prisoner for the master. Als ik hier zit als gevangene. For the here. For the here. For the master. Oh, for the heer, sorry. I want you to get out there and walk. Ik wil dat jullie daar buiten lopen. Better yet, run. Beter nog rennen. On the road that God has called you to travel. Op de weg die God voor jullie heeft. I don't want any of you sitting around on your hands. Ik wil niet dat jullie zitten op jullie handen. I don't want anyone strolling off down some path that goes nowhere. Ik wil niet dat jullie ergens gewoon een pad inslaan die nergens naartoe gaat. And mark that you do this with humility and discipline. En zet neer dat jij dit doet met humiliteit en discipline. Not in fits and starts. Niet in kleine stukjes en startjes. But steadily pouring yourselves out for each other. Maar dat je steeds constant met elkaar beter wordt. In acts of love. In liefde. Alert at noticing differences and quick at mending fences. Dat je verschillende dingen snel, of als je verschil wil maken, dat het snel gaat. You were called to travel on the same road. Je bent gekozen om op dezelfde weg te wandelen. And in the same direction. En in dezelfde richting. So stay together. Dus blijf bij elkaar. Both outwardly and inwardly. Buiten maar ook binnenin. You have one master. Je hebt maar één Heer. One faith. Eén geloof. One baptism. Eén doop. One God. Eén God. And Father of all. En Vader van alles. Who rules over all. Die over alles heerst. And works through all. En die door alles heen and werkt. And is present in all. En die aanwezig is in alles. Everything you are. Alles wat jij bent. And think and do. En denkt en doet. Is permeated with oneness. Is in één. In other words, if God will do it for someone else, he'll do it for you. In andere woorden, als God het voor iemand anders doet, doet hij het ook voor jou. This is not for the person next to you, this is for you. Dit is niet voor degene naast je, maar dit is voor jou. Jesus said to the guy. Jezus zei tegen de man. Do you really want to be healed? Wil je echt genezen zijn? He made excuses. Hij maakte excuses. But Jesus had faith in him. Maar Jezus had vertrouwen in hem. And said, stand up anyway. Hij zegt, sta gewoon op. Pick up your mat and you will walk. Pak je mat en je zal lopen. Come on, all over this place. Why don't we at the count of three decide that we are going to stand up, not just physically, but also internally. Hier over heel de zaal, als we straks bij drie zijn, laten we allemaal beslissen om op te staan. We're going to step up and receive our breakthrough. We gaan opstaan en onze doorbraak krijgen. We're going to step up in faith. We gaan opstaan in geloof. Believing in what Jesus has done for us. In wat God voor ons heeft gedaan. And that we are going to step into our future. En we gaan onze toekomst in. Which is the future that Jesus has for us. Dat is de toekomst die Jezus voor ons heeft. Come on, 1, 2, 3. If you want your breakthrough, come on, stand up. Let's worship him. Laten we God aanbidden.